wil dan power uitstralen op deze manier. Het schijnt dat je hormonen dan ook meer gaan opspelen. Oh. Ja, en dan straal je dus meer. Sta ik hier nog wel veilig? Ja, nog steeds, nog steeds. Wat voor hormonen, hè? We zijn in industrieterrein Kalfeen bij Xcellent, het bedrijf van Pascal Broks. En zij heeft een vrouwencafé vanmiddag en vanavond met het thema Dress to Impress. En dat is natuurlijk een heerlijk onderwerp. Alleen maar dames om me heen. Ik voel me dus ook als een vis in het water. En ik ga straks de dames vragen hoe ze het gevonden hebben. Niet iedereen stelt op prijs als de camera in de buurt is. Dus we houden er rekening mee dat niet iedereen op de foto wil. Ik ga vragen aan Pascal Broks hoe zij het gevonden heeft. Noël Sanders ga ik vragen, die organiseert het. Kijken of ze de juiste houding aannemen als ik ze interview. En of ze ook lachen met de ogen, want dat heb ik net even opgestoken. We gaan de dames interviewen. Pascal Broks. Ja. Powervrouw? Of voel je het niet zo? Want de meesten hebben niet zo gek veel met die term. Maar je mag best wat uitstralen. Power. Ik denk dat je power vrouwen en power mannen hebt. En dat heeft, power is een beetje een raar woord, hè. Want power, dat staat voor macht. Maar ik denk dat het vooral gaat om of je zelfverzekerd bent. En of je een zelfverzekerde uitstraling hebt en je happy voelt. Ik denk dat je dat ook kan zien aan mensen. Of ze zich happy voelen met wie ze zijn en wat ze doen. Dus wat ik dan vaak doe, is dat ik het dus zo draag dan. Zo, dat doe ik dan wel. Maar als je dus... En dit, en je moet dus ook nog iemand een hand schudden. En je hebt nog een glas in je handen. Ja. Dan wordt het al lastiger. Dus wat ik dan vaak doe, afhankelijk van voor een bijeenkomst heb. Als ik de hele dag bezig ben, dan moet ik alles mee hebben. Dus dat is dan handig. Maar ik heb zo'n zwarte enveloptasje. Die kan ik zo onder mijn schouder doen. Dan kan ik daar nog een hand mee. Of eigenlijk doe ik daar mijn glas van in. En dan kan ik daar die handen mee schudden. Dat is eigenlijk andersom. Jij voelde je happy, want je stond daar, wat een ellende is dat met die tassen. Ja, en het is dat grappig. Dat kan zomaar hoe zeg je dat? Er ging kreukelen. Ja, maar het zijn ook, je moet maar eens opletten, er zijn ook mannen met tassen. Er zijn steeds meer mannen met tassen. Dan heb je mannen met aktentassen waar een laptop in kan, maar je ziet ook wat oudere mannen soms met een tas. Mijn vader heeft een tasje. Mm-hmm. En die lopen daar ook een beetje mee rond. Want een man met een tas met een hengsel eraan, dat zie je niet. Volgens mij, nee, dat is zo. En voelen zich die dan ongemakkelijk? Sorry? Voelen zich die dan ongemakkelijk? Voel jij je ongemakkelijk als je en een tas en een glas en een hand moet geven? Nee hoor. Kun jij multitasken dan op de een of andere manier? Ja. Ja hoor, multitasken. Want dan zeg ik, oh, één moment, even wachten en dan zet ik alles neer. Ja. Kijk, als ik de hele dag op pad ben, heb ik soms ook een aktentas bij me waar een laptop in zit. En die kan je niet in de auto achterlaten. Dan moet ik dat ergens kwijt. Dus dan zoek ik daar echt even een oplossing voor. Zeker als er foto's worden gemaakt. Niets erger is als er foto's worden gemaakt en er staan allemaal tasjes op een rij. Dan zeg ik, tasjes even aan de kant, want dat staat dan niet. Dat is iets waar je op moet letten. Ja. Je had het ook over power mannen. De mannen in een pak voelen zich vaak ongemakkelijk. Ik voel me in dit outfitje leuk. Kan dit? Ja, ik vind het heel goed bij jou passen. Jij bent iemand die een statement wil maken. Iemand die het niet erg vindt om gezien te worden. En die trots is op wie hij is en op de onderscheiding die je hebt gekregen. En ik vind het heel erg goed bij je passen.
Wilt u daar even notie van nemen, waarde kijkers? Ook jij, Peter Heuts. Dankjewel, Pascal. Alsjeblieft. En nog even complimentje voor het gast, want je was gastvrouw vandaag. Ja, ja. Je bedrijf Excellent, dat staat voor... Excellent ICT Groep. Wij houden ons bezig met al hetgeen wat te maken heeft met digitale middelen, computers, die beheren wij. En dat doen we of bij de klant of in ons eigen datacenter met 63 collega's. Dankjewel. Graag gedaan. Leuk. Organisatrice, een organisator of organisatrice van dit vrouwencafé, als ik het zo mag zeggen. Ja. Leuke opkomst. Ja, geweldig. Heel leuk. Leuke discussies. En hele verschillende vrouwen ook. Vind ik ook heel erg leuk. Ook buiten de politiek, hè, want dat was ook het idee. Ja. Dus ik vind het heel geslaagd. Ik ben er heel blij mee. Toen ik het artikel las in het AD, toen las ik daar ook dat via Twitter er wat tegenstanders waren. Wendy van Offeren en Ellie Bijsterbos. Ja. Die zijn niet aanwezig. Nee, ik heb ze wel uitgenodigd, want ik had het heel leuk gevonden als ze wel kwamen. Om juist leuk met de discussie mee te kunnen doen. Maar helaas, ze waren verhinderd. Terecht. Nou, ik had het leuk gevonden als ze waren gekomen. Ja, ja, het had echt iets toegevoegd. Jammer dat ze dan alleen zo anoniem via dat Twitter een beetje reageren erop. Dat dit live in zo'n gesprek had toch veel leuker geweest. Nou, het had heel leuk geweest als ze waren geweest. Maar ja, ze konden helaas niet. Nou ja, dan houdt het op. Ja. Zie je ze nog in de loop van de... Ja. We zijn nog vriendinnen. En mijn missie is om vrouwen zichzelf mooi te laten voelen door middel van fotografie. Dus ik wil de mooiste foto van jou maken die je ooit van jezelf hebt gezien, om daarmee een boost van zelfvertrouwen te geven. Coco Chanel, waarom? Modeontwerpster. En die voor alle vrouwen het eigenlijk heeft doorbroken dat we niet meer in corsetten lopen en dat we gewoon onszelf mogen zijn en een broek mogen dragen. Nou, be you, want daarvoor zijn we hier allemaal. Wees jezelf. Maar hoe doe je dat? Dit zijn drie portretfoto's van mij, headshots. Want we vergeten soms dat het zo belangrijk is om jezelf te laten zien. Ook in politiek. Maar ook als je ondernemer bent, ben jij het gezicht van je bedrijf. Jij bent degene die waar je de connectie mee ligt. Waarom mensen je gaan volgen, waarom mensen meer over je willen weten. En in 2 seconden vormt iemand alle mening over jezelf. Dus daarvoor is het ook zo belangrijk om een goede foto te hebben waarin je power uitstraalt en al die woorden die je graag zelf ook wil uitstralen, zoals frisheid of spontaniteit, vriendelijkheid, openheid. Daarvoor is een foto dus ook gewoon heel erg belangrijk, dat als mensen naar je kijken, je opzoeken, dat ze een foto zien, dat ze denken, nou, die mevrouw wil ik eens beter leren kennen. Hoe lach ik met mijn ogen? Ik dacht, die vraag gaat waarschijnlijk komen. Door te denken dat je lacht met je ogen. Ja, niet zo geforceerd. Ja, zoals je niet. Het is een soort flirten eigenlijk. Ja, dus, en volgens mij kunt u dat wel. Dus dat, en dat doe je dus door te lachen met je ogen. En dan gaat die mond ook gelijk mee. Gaan die ogen stralen. Niet te veel nadenken is het eigenlijk. Nee, klopt. Ja. De spontaniteit moet er wel in blijven natuurlijk. Ja, en dat is het. Jij had een leuke fotoreportage met een leuke introductie over hoe dat in zijn werk gaat. De dames hebben daar wel wat van opgestoken, zoals ik ze nu zo geïnterviewd heb. Nou, dat is mooi. Dat vind ik heel fijn om te horen. Ja, wat ik vaak doe, want we gaan niet van nature stralen. Dus soms dan merk je, mensen worden ook een beetje cameraschuw. Dat zullen jullie heel goed kennen. Ja. Dus ik ga eerst, bouw ik het altijd een beetje op, een beetje rustig. Dat ze een beetje mij leren kennen, de camera leren kennen, dat grote zwarte ding voor hun neus. En dan op een gegeven moment ga ik een beetje aftasten. De ene is een beetje, die houdt wel van gekkigheid en wildigheid. Dus dan laat ik ze of springen of heel enthousiast doen. Want dan zijn ze niet meer bezig. En dan, omdat ze plezier hebben, gaan die ogen ook stralen. Of, of ze laten praten over wat ze graag doen. Nou, het is een professionele tip ook. Ja. Want als je gaat praten over iets wat je doet, dan word je gelijk gepassioneerd. En dan gaat alles leven en doen. Juist. En die houding. Ja. Ik kan me dus voorstellen dat als wij met een camera komen, dat sommige mensen in een houding zitten, die lekker relaxed ergens zitten te babbelen, dan krijg je ineens die camera en dan gaan ze geforceerd omhoog of leuk kijken. Niet doen, hè? Nou, je mag best wel even bewust zijn van je houding. Daarvoor begon ik mijn presentatie ook van, word je even bewust hoe je nu zit. Ja. En dan hoef je niet altijd wat te veranderen, maar wel gewoon even bewust worden hoe je staat. Je schouders naar achteren. Ja, dat laatste, die schouders naar achteren, dat vindt niet iedereen vindt dat prettig. Ja, want je hoeft er zijn... niet helemaal, nu doe ik het natuurlijk voor de camera, dus dat ziet er heel charmant uit. Maar het is wel even bewust worden van hoe je staat.
touwtje, zeggen we ook altijd, touwtje hier van achter, hoofdrecht. Ja, leuk hè. Ik kan een uur over praten. Nee, we stoppen. Power is dus non-verbale communicatie. Laten zien wie je bent. Tell your story without saying your word. En dat is dus ook wat ik doe. En we gaan dus nu over naar de power poses. Dus ik wil jullie allemaal even vragen om te gaan staan. Ja, altijd als jullie met mij op de foto komen, zeg ik ook heel vaak rechtop en schuin ze naar elkaar. Dan zeg ik altijd, visualiseer of dat er een citroen tussen je schouderbladen zit. En dat je die probeert uit te persen. En nu staan we al goed, maar dan hebben we ook nog de power pose. En dat is dus met twee voeten iets uit elkaar. En even goed standvastig staan, dus de schouders bij elkaar. En dan doen we ook nog, dat is de Wonder Woman pose. Maar het is, ik snap dat je niet zo voor een groep gaat staan, dat ik nu zo sta. Dat is dus al heel wat. Maar het is dus voor, vastgelegd de onderzoek, dat als je 2 minuten zo staat, dus niet in een zaal, maar dat kan je op de wc doen of voordat je in de meeting gaat, en je gaat in de powerful pose staan, dan voel je je dus ook veel meer zelfvertrouwen en de baan heb je in de pocket, je hebt iedereen om je hand, dus voel je je een beetje onzeker, thuis ook, ga je gaan staan en in de power pose gaan staan. Je kan ook nog, dat is heel raar, maar de power pose kan ook staan, want ik zei net al, als je in de victory gaat, dan gaan al mensen, als ze gewonnen hebben, gaan automatisch al die handen in de lucht. Nou, dat kan je dus ook doen, vooral heel groots bewegen en je heel groot maken. Jullie mogen weer gaan zitten, dankjewel. Gewoon dan ook even zelf dress to impress toe te passen. Maar ik ben coupeuse, dus ik maak kleding. Ik ben 15 jaar lang Rijksambtenaar geweest, dus ik ken Den Haag enorm goed. Maar ik ben daar heel bewust ongeveer 3-4 maanden uit weg. En ik ben de andere passie gaan doen. Het is allebei passie, maar deze trok net even iets harder en ik ben met kleding aan de slag gegaan. Ik dacht, ja, de grap is mannen, het is eigenlijk best jammer voor mannen, maar mannen moeten hun pak aan als ze moeten dressen to impress, maar wij niet. Hey. Dus ik zou zeggen, vier dat je een vrouw bent. Tips op het internet waar ik kies dan ook voor wat donkere kleuren, dus dat is je basis. En dan kan je met de blouses en de accessoires zeg maar wat meer ophalen. Maar dat biedt ook de mogelijkheid om wat meer te variëren. Zeg maar, je basis is dan wat neutraler en dan doe je... Ja, de andere dingen erbij. Niet te veel make-up, denk ik, bij power dressing. Het mag wel, je mag het zien, maar het moet ook weer niet overschreeuwen. Even zorgen dat de overtollige haartjes hier en daar ook zijn verdwenen. En als een soort extra zorgen dat je nagels en je handen gewoon even goed eruit zien. Ik heb zelf nu ook weer, want je kan hier ook weet ik veel wat voor een... stiletto's bij aandoen, maar volgens mij is het ook om gewoon gegrond te staan, wat volgens mij ook belangrijk is. Hoe hoger je gaat, hoe meer je jezelf verliest. Dus blijf gewoon lekker met die hakjes een beetje bij de grond. Dat is prima, want daar ga je echt krachtiger van uitstralen. Ja. En ook om de houding. Ja. Dat is eigenlijk power. Want je gaat zo voor over als je op die hakken gaat. Plus een hele dag op killer heels is, daar word je heel chagrijnig van. Killing. En dat wordt hem sowieso dan niet, denk ik. Je benen, het is een beetje mijn motto, maar nee, dat kan iedereen zelf zien. Ik denk in de winter grijs en zwart tinten, gewoon een mooie basis die niet te veel afleidt van wat je verder aan hebt. En zomers liefst blote benen, dat ligt een beetje aan in welk land je bent. Hè. Sommige landen moet je echt een panty aan, anders op kantoor, want anders dan ben je echt vreselijk uit de toon. Volgens mij kan je in Nederland met gewoon een beetje bruin op de benen prima voor de dag komen. En dat is ook wel zo prettig. Ja. Jij maakt heel wat los met die presentatie. Ja, ik vond het leuk dat er flink wat reactie uit de zaal kwam. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En nu ga je net al wat adresjes opschrijven, wat mailadressen. Ja. Je gaat ook dan serieus werk van maken? Van de... Nou ja, wat heel leuk is dat er heel enthousiast gereageerd wordt op de broek die ik aan heb. Dit is een Marlene Dietrich broek. Ja. Eerste item in de collectie. En ik begrijp dat er meteen al 2 dames hier zijn die hem heel graag willen hebben. Ja, klopt, ja. Dus dat is mooi. Ja, ja. Maar is dat een... Power broek of zeg ik dat verkeerd? Straalt hij iets uit? Nou, ik vind wel dat hij, omdat hij zit heel lekker. Ja? En hij kleedt ook mooi af. Dus ik denk wel dat het een power broek is. Ja. Ja.
Ja, ja. Hey, wat een leuke presentatie. Nou, dankjewel. Je was ook heel enthousiast. Ja, ik ben ook heel enthousiast. Ja. Waren er ook wat kritische dingen bij? Sommige dames zijn, die vinden het tuttig, de anderen vinden het... Maar dat is logisch, hè? De smaken verschillen. Maar volgens mij heeft iedereen ook zijn eigen smaak. Dus wat ik zo leuk vind, is omdat je die favorieten opnieuw maakt, is dat je daar iemands smaak ook heel goed in kan verwerken. Ja. Dus het maakt eigenlijk niet uit welke smaak je hebt. Ik maak het. ja. Duitse Kroes of Nina Brink? Ja, toch wel Duitse Kroes. Ja. Waarom? Omdat zij wel echt gewoon zo ontzettend mooi is en relaxed oog. Weet je, die combinatie vind ik. Ze is er zo nuchter onder al die aandacht. Dat is toch wel mooi. Ja, vind ik wel. En ik ging even terug in de tijd met de opwaaiende jurk op dat van Marilyn Monroe. Ja. Mijn grote... wat een heldin vond ik dat. Ik heb geen één foto kunnen vinden waarin zij er niet mooi op stond. Dat is toch wel echt bijzonder. Ja. Dankjewel. Oké, alsjeblieft. Ja. Ik ga niet verklappen wat je maten zijn. Heel goed. Marlies Dekkers of Wouke van Scherrenburg? Oh, Marlies Dekkers. Marlies Dekkers of Helene van Rooyen? Nee, Marlies Dekkers. Ja. Doutzen Kroes of Nina Brink? Doutzen. Ja. Prachtige vrouw. Heb jij aan deze meeting over powervrouwen wat gehad? Ja, zeker. Ja. Sowieso heb ik heel veel leuke vrouwen weer leren kennen natuurlijk. Leuk onderwerp ook. Leuk onderwerp, ja. Nee, en het is gewoon goede tips. Ja. Ga er wel wat mee. Ik ga er wat mee doen. Ik ben net voor. Ja, zie je het niet? Ik probeer nu of ik kan staan en dat ik die citroen vasthoud. Ja. Zal ik dit? Dit is een citroen. Doe hem eens naar achteren nu. Nee, dat zo'n ongemakkelijk. Ja. En je gezicht volgens mij vertrekt dan ook niet op de goede manier. Dus, maar inderdaad, kin naar voren. Ja. En? Stralende ogen. De ogen die moeten lachen. De ogen moeten lachen en niet de mond. Ja. Wat opgestoken. Ik heb echt opgelet, ja. Dankjewel. Ja, heel graag gedaan. Jullie bedankt. Marilon, jij sprong er even uit. Ja. Op de eerste plaats, die foto's vond je wat truttig. Ja. Je hebt natuurlijk een heel andere smaak. Wat is jouw favoriete kleur? Poeh. Ik vind eigenlijk alles wat kleur heeft, vind ik leuk. Niet zo. Groen, oranje, paars. Het moet fel zijn. Dat staat mij ook het mooist, vind ik. En nu ga ik jou interviewen. Ga je dan nu al rekening houden met hoe je staat? Ja. Een beetje wel. Want hoe sta je nu? Nou ja, ik probeer wel mooi rechtop te staan natuurlijk nu. Ja. Dus je hebt wel er wat van opgestoken. Ja, nou, dat deed ik eigenlijk al wel. Maar hakken helpen ook hoor. Ja. Want als je dan let je al meer op je houding en zo. Ja. Dus, nu ook? Ja. Ja, het is toch een beetje ongemakkelijk als je dan zo merkt dat het wordt gefilmd. Ook zo als je dan zo zit. Dan ga je toch een beetje je buik inhouden. En, vrouwen hè. Ja. Ik weet niet, doen mannen dat ook? Ik hou wel op bepaalde momenten mijn buik in als ik iets een beetje indruk wil maken. Maar vind je dit thema leuk? Ik vind het heel leuk, maar ik ben het er niet altijd mee eens. Als ik hun hoor, dan denk ik de tips die zij gaf ook van je moet dit en dit en wel en dat en dat niet. En dan dacht ik ik weet niet, misschien is dat meer voor vrouwen die wat ouder zijn. Dat zou kunnen, maar ik ben toch vooral zelf ook heel erg van... Je moet aandoen wat je lekker in voelt en waar je mooi in voelt ook. En hoe dat dan er uiteindelijk uitziet, als je je zo voelt, dan ben je het ook. Nou, ga ik jullie heel kort interviewen. Mijn vraag is nu, ga je er nou echt voor staan? Of kijk, jij gaat er voor staan. Ja. Wil jij een indruk maken? Impress. Ja. Nee, maar we hadden het hier even over lengte. En ik merk dat het makkelijker is om bij langere mannen om daar wat sterker te staan. Dus wat steviger te staan als ik met mannen in gesprek ben. En als vrouwen vaak wat kleiner zijn, dat ik dan neiging heb om een beetje in te zakken en een beetje aanpassen. Dus ik heb meer neiging om power met power over te komen als er mannen zijn. Dan denk ik, ik doe ook mee. En ik ga recht staan en in de houding. Met vrouwen zag ik dat altijd een beetje weg. Dat is toch ook eigenlijk grappig, hè?
Ja. Jij bent ook, 1,84 was je. Ja. Heb jij dat ook het idee dat je dan, als er een kleine vent zoals ik naast je staat, dat je dan iets door je knieën gaat zakken? Nee, je kijkt inderdaad, anders kijk je zo heel erg zo naar beneden. Dus ja, dan is het toch inderdaad, die gaat wat krommer staan. Ja. Ja, dat klopt wel. Dat mocht niet, want je moet die citroen tussen je schouderbladen hebben. Ja, en dan maar hopen dat de ander je goed in de ogen kan kijken. En? Ben je het mee eens? Ik kijk altijd op een andere manier. Ik ga altijd op een andere manier staan. Ik zak even een beetje door één knie. Oh. Dan, dat helpt ook. En dan zonder jezelf uit balans te halen, zeg maar. En toch ontspannen te blijven staan. Sta je nu ook op één knie? Ja, nu ook, ja. Nou ja, ik zak door één knie een beetje door. En de andere knie staat een beetje wat hoger, zeg maar. Waarom zei je, ja, heb jij dat ook? Ja, ik merk dus inderdaad, als mensen wat kleiner zijn, dat ik heel snel door een knie, dat ik een beetje ga zakken. Ik deed het gelijk toen jij dat zei, of dus ik stond ook zo. Dus ja. Jullie hebben er wel wat aan gehad dus? Ja, zeker. Het was een leuke middag. Ja. Okay. Ga je moeilijke vragen stellen, nou, net zo. Zet ze erbij, vooral ze nog meer weer. Eindelijk een klein vrouwtje. Ja, ja. Ik heb nou ook eigenlijk de neiging om dit te doen. Ja, nu. Dress to impress, Marie? Ja, het is zo. Dress to impress. Ja, ik ga toch. Ik ga klein. Want dat heb ik net ook geleerd. Dat als je wat groter bent, dat je dan automatisch dit gaat doen. Maar ik blijf zo. Heel goed. Heel en jij goed. Gaat nu ook je houding aanpassen? Ja, vanaf morgen, volgende week dinsdag, inderdaad ga ik zo zitten. Pats, ja. Power. Power. We komen kijken hoor. Dat ga ik echt doen hoor. Heb je er wat aan gehad? Ja, ja, ik vond de hele goede tips en trucs. Ik vind kleren en uiterlijk vind ik sowieso heel erg belangrijk. Je ziet er altijd goed verzorgd uit. Dankjewel. Omdat ik dat heel erg belangrijk vind, vooral in de politiek. Vanaf nu ga ik nog meer opletten. Oeh! Jij. Die citroen tussen je schouderbladen. Als vrouw dus een citroen tussen je schouderbladen uitknijpen. En rechtop staan. En met je ogen lachen. Hè? Ja, maar ik vind het een onmogelijke houding. Toch sta je wel rechtop hè, dan. Ja, ja. Ja, word je wel optimistisch van. En jij wil dan power uitstralen op deze manier. Ja, het schijnt dat je hormonen dan ook meer gaan opspelen. Oh. Ja, en dan sta je dus meer... Sta ik hier nog wel veilig? Ja, nog steeds. Yvonne, ik zag jou net ook toen je ging staan, ook zo heel geforceerd die citroen tussen de schouderbladen doen. Ja. Het is een moeilijke houding, maar straal je daar inderdaad meer power mee uit dan, denk je? Ik weet het niet zeker, eerlijk gezegd. Waar ik wel op moet letten, heb ik gemerkt, ik wil nog wel eens een keertje een beetje mijn schouders naar voren laten zakken. Maar dat heeft niets te maken met dat ik me niet veilig of niet prettig voel. Maar meer, toen ik klein was, werd het al thuis tegen me gezegd, die vond ik sta eens rechtop. Ja. Dus niet met de houding van, nu is ze zichzelf niet. Mm-hmm. Ik ben heel erg mezelf en dat probeer ik te zijn. Maar als het beter kan, dan moet ik daar ook voor openstaan, denk ik. Maar, heb je hier eens aan gehad? Vooral dat ik een aantal dingen eigenlijk best wel goed doe, heb ik het gevoel. Een beetje bij jezelf blijven. Je ziet hoe ik eruit zie, hè? Er werd gezegd geen overdreven sieraden. Nou, toen ik hier naartoe ging, toen dacht ik, wat zal ik doen? Nou, niet echt en een ketting en oorbellen bijvoorbeeld. Kijk, nou, dat heb ik goed gedaan, toch? Ja. De overdaad. Ik probeer erop te letten. Ja. En hoe vond je de discussie over dat tasje dan? Dat het zo over je schouder zit, dat het dan gaat kreukelen, dat het dan niet goed zit. Want jullie hebben zoveel mee te nemen. Ik dacht dat wij het moeilijk hadden als man, maar jullie hebben het ook hartstikke moeilijk. Ja, nee, dat klopt. En ik let er ook altijd op bij het kopen van mijn tassen. Ja. Ik let ook altijd op. Ik kijk 's morgens altijd even wat ik die dag moet doen. Daar stel ik mijn kleding op in. Ja. Als ik bijvoorbeeld die dag heel veel moet lopen of staan, dan zorg ik dat ik wat makkelijker schoenen aan heb dan wanneer ik weet dat dat niet zo het geval is.
En als ik weet dat ik naar de receptie moet, dan zorg ik ook dat ik de juiste tas bij me heb. Omdat ik weet dat dat ingewikkeld is. Met zo'n tas die van je schouders afgeleid. En dan moet je met je glaasje staan. En soms moet je inderdaad nog eens een spraakje houden. En een microfoon vasthouden. Niet allemaal. Nee. Dus ik hou daar rekening mee. Ja. Ja. Leuk hè? Ja, ik vind het ontzettend leuk. Ja. Nee, maar ik vind het ook leuk om er goed uit te zien. Ja. En ik vind eigenlijk eerlijk gezegd dat wat je uitstraalt ook iets van je persoonlijkheid weergeeft. En als je er verzorgd uitziet en mensen denken van nou, hè, dat, daar is aandacht aan besteed. Dan denk ik dat ze ook denken dat je dat in je professionele werk doet. Ja. En eigenlijk probeer ik dat ook een beetje neer te zetten. Ja, netjes. Ja. Voel je een beetje een power vrouw? Nee, ik voel me geen power vrouw. Eigenlijk zegt het woord power vrouw me helemaal niks. Ik ben gewoon mezelf. En ik hoop dat mensen dat ook herkennen. En ja, ik probeer met hoe ik eruit zie een beetje uit te stralen wie Yvonne Kemmerling is in haar uitvoeren van haar wethouderschap. En als je mij op een vrije zaterdag ziet, dan heb ik ook gewoon een spijkerbroek aan met een lekker zittend trui of jasje erop. Ja, toch? Ja, maar zo is het toch? Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Hallo, meneer. Ja, hallo, mevrouw. Ook jij gaat je aanpassen aan de stand. Als maar daar ben ik al de hele tijd mee bezig. En soms ook niet, maar ik doe ook een opleiding daarvoor. Dus ik ben er ook heel mee bezig. Daarom vond ik het zo leuk om hier mee te mogen zijn. Of hier dus ook maar. Heb je er wel wat aan gehad? Ja, er komen wel dingen terug die ik ook wel weet al, maar sommige dingen doe je nog niet. Maar ik vind het vooral leuk om naar andere vrouwen te kijken wat zij dan aan hebben. En of het ook klopt, dat vind ik zo leuk. Want dat is voor mij een leerschool. Want neemt jouw beroep dat mee, met zich mee? Dat je dat gaan doen, ja, maar dat duurt nog wel even. En dat is? Een styliste, image styliste. Oh, ja. Dankjewel. Heel spannend.